De nieuwe HTC Touch 2 draait op Windows Mobile 6.5 met daaroverheen de nieuwe HTC Touch Flow 2.0 grafische user interface. En laten we eens even bekijken hoe dat er in de praktijk allemaal uitziet. Als je toestel aanzet vanuit standby stand, dus gewoon op aandrukt, dan krijg je de nieuwe lockscherm te zien van Windows Mobile 6.5. Daarin zie je gewoon simpelweg een wallpapertje, de tijd, datum en de eerste de beste afspraak in je agenda. En een nieuwe schuifknop. En die schuifknop is om het toestel te ontgrendelen. Het lijkt erg op het systeempje van de iPhone, die eenzelfde soort lockscherm heeft. Dus je pakt de schuifknop beet, doet hem naar rechts en je komt op je homescherm terecht. Het homescherm en eigenlijk ook heel de TouchFlow 2.0 interface lijkt erg op de interface die HTC heeft ingebouwd in de nieuwe op Android gebaseerde Hero. Het systeem wat daar HTC Sense heet. Dus het is wel grappig om te zien dat ze dat helemaal gelijk getrokken hebben. Hetzelfde soort achtergrond en alle icoontjes die voorheen op TouchFlow zwart-wit waren zijn nu in kleur. Hebben ook een nieuw design, dus dat is wel mooi om te zien dat ze dat gelijk getrokken hebben. Op dit homescherm heb je dus de klok digitaal met daaronder het weerbericht. De eerste afspraken in je agenda, de eerstkomende afspraken. Dus ja, dat is wel een overzichtelijk homescherm op dit moment. Op het moment dat je op contacten drukt, krijg je al je contacten te zien die je hier als favoriet hebt ingesteld. Als je op contact drukt, dan bel je hem direct op. En je kunt op die manier ook terechtkomen op de contactkaart met daarin alle verdere gegevens van de betreffende contactpersoon. Dus dit is een soort van snelkeuzepad met fotootjes. Volgende tab is sms'jes. Nou, in dit toestel staan op dit moment geen berichten, maar dan krijg je hier je sms'jes te zien. Tab daarnaast is e-mail. Daarmee kan je op deze manier door je berichten bladeren. En als je dan op het bericht zelf drukt, dan opent hij hem in de e-mail client. En dan kun je dus op deze manier zo je e-mail lezen. De volgende tab is het internet tab. Hiermee kun je de browser openen. De browser die geopend wordt is nog steeds Opera Mobile versie 9.5. Het standaard browserpakket wat HTC in al zijn toestellen meelevert. Windows Mobile 6.5 heeft natuurlijk ook de nieuwe Internet Explorer Mobile 6. Die is ook op het toestel aanwezig, alleen HTC kiest er dus nog steeds voor om Opera Mobile mee te leveren. De YouTube applicatie. Die laat gewoon de meest recente filmpjes hier zien. Je kunt gewoon zoeken naar andere YouTube filmpjes. En ja, dat is dus gewoon direct YouTube kijken op je smartphone. Het volgende tapje is foto's en video's. Daarmee kun je dus op deze manier door je fotobibliotheek en videobibliotheek bladeren. En als je erop drukt, dan opent hij de foto. En op deze manier kun je dan fullscreen door je foto's, dan wel video's bladeren. Het tapje daarnaast is de muziektab. Daarmee kun je dus door je muziekcollectie bladeren. Ik zie dat hier maar overigens staan meerdere nummers op. Op het moment dat je op de play-knop drukt, wordt er natuurlijk gespeeld. En je ziet dus mooi je album arts. Het weerbericht. Van een aantal plaatsen kun je dan het weer opvragen. En daar kan je dan op deze manier doorheen bladeren. Het volgende tapje is nieuw, zoeken op kaart. Dit is Google Map Search. Daarmee kun je dus hier een locatie ingeven. Bijvoorbeeld pizzeria in Amsterdam. Daarmee opent hij gelijk Google Maps en dan laat hij dus aan de hand van je zoekcriteria direct op de kaart zien wat je zoekt. Instellingen tapje, dat spreekt wel voor zich. Hiermee kom je in alle instellingen van het systeem. En als je op instellingen links drukt, krijg je dus alle instellingen van Windows Mobile 6.5 te zien. En de laatste tab is de programma tab. Daarmee kun je zelf programma's vanuit het startmenu, oftewel alle geïnstalleerde programma's, toevoegen, zodat je de meest gebruikte applicaties snel en eenvoudig onder handbereik hebt. En als je hier op programma's linksonder drukt, krijg je de gehele lijst te zien.
Windows Mobile 6.5 staat onder andere ook bekend om zijn eigen nieuwe startmenu. Die bereik je door op de hardware startknop te drukken of op start linksboven. Daarmee krijg je wat voorheen bekend stond als de honeycomb of honingraad structuur startmenu. Die fungeert dus gewoon als programma launcher voor alle geïnstalleerde toepassingen. HTC zou oorspronkelijk zijn eigen program launcher, die je dus hier ziet, weglaten ten vervoren van dit startmenu. Maar dat is dus uiteindelijk niet gebeurd. Ze staan er nu allebei in. Dus op de startknop drukken, open deze. En die van HTC zelf is de laatste tab hier in jouw schermpje. Tot slot eventjes handig om te laten zien de nieuwe Internet Explorer 6. Mobile 6 om precies te zijn. Ik heb hem net even kort geprobeerd. Waar het niet dat hij toch wel wat traag was. Als je een adres intoetst, dan suggereert hij al gelijk .com.nl of .net. We openen nu eventjes natuurlijk winmo.nl. We zijn nu verbonden met een WLAN-netwerk, dus het gaat wat rapper dan normaal. En zo te zien gaat het nu wel wat sneller. En daar is hij. Alle nieuwsberichtjes onder elkaar. Nou, het is op zich een prima browser. Grote knoppen voor makkelijk vingergebruik. Dus wat dat betreft heeft Microsoft niet stilgezeten in het optimaliseren van de browser. Hij kan ook veel beter met pagina's nu overweg. En de laadtijd, ja, dat valt op zich wel mee. Over WLAN is het in ieder geval goed te doen. En over 3G of HSDPA zal het op zich ook niet zo heel erg traag zijn in het gebruik. Dus voor gewoon af en toe snel een website checken en even wat informatie opvragen, moet het zeker afdoende zijn. Dat was heel eventjes kort en bondig de interface van het toestelletje, de nieuwe HTC Touch 2.